En bij mij aan tafel is aangeschoven stadsdichter van Deventer, Johanneke ter Stegen. Johanneke. We hebben haar taille losgemaakt. Ze mag weer vrijuit ademen. Ze wentelt zich om en om in zichzelf. De breedste schepen kan ze dragen. We nestelen ons in het zand van haar wijdsgemaakte oevers. We kietelen haar oppervlak met pasgelakte nagels. O zij, reislustig Tranendal, dat eeuwen voor ons heeft overleefd, is talloze malen bezien en bezongen. Een jaar is voor haar een vluchtige droom. Geen warme huid of schaterlach zal haar ervan weerhouden zich over je te buigen om jou te zuigen in haar stroom. Prachtig. Dankjewel. Dat was jouw gedicht De IJssel. Ja. Waarom heb je dat geschreven? Het had een beetje te maken met de oplevering van het project Ruimte voor de Rivier. Daarvoor heb ik het ook geschreven. Maar ook omdat ik ongeveer 2 jaar geleden hier naar Deventer kwam wonen. En ik heb nog nooit aan een rivier gewoond. Dus ik wilde sowieso heel graag over de IJssel schrijven een keer. Op het moment dat het echt goed voelde. Ja. En toen heb ik het gedaan. Ja, kan ik me zo voorstellen dat je daar dan aan de kade gaat zitten met een bloknootje. En dat je het dan maar op je af laat komen. Is dat ook zo? Ja, dat is wel een aantal keer gebeurd. Dat doe ik sowieso eigenlijk wel als ik gewoon een beetje rust wil vinden of zo. Dus het is een combinatie van de langslopen, zitten en soms ontstaat het ook juist als je weer thuis bent. Prachtig. Nou, ben jij de jongste stadsdichter van Deventer ooit? Je bent pas 26 jaar. Ja, hoe vind je dat eigenlijk om stadsdichter te zijn? Ik vind het superleuk. Is het een eer? Ja, absoluut. Ja, want hoe gaat zoiets? Hoe word je verkozen tot stadsdichter? Ja, er is een jury. En op een gegeven moment ben ik benaderd. En toen hebben ze gevraagd of ik het wilde doen. En toen ben ik het gaan doen. Ja, zo trots als een pauw natuurlijk. Wat wordt er dan van jou verwacht op dat moment? Ja, officieel is het zo dat ik ongeveer 10 gedichten per jaar moet schrijven. En waar ik over schrijf is helemaal aan mij, is totaal vrij. Ik word wel vaak door organisaties benaderd. En dan is het gewoon aan mij wat ik kies, wat ik vind dat het best bij me past of waar ik echt een bijdrage aan kan leveren voor mijn gevoel. En dan krijg je carte blanche. Maakt niet uit wat je zegt, wat je vertelt. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Nou heb jij nog een hele drukke zomer voor de boeg, hè? Want wat mag je allemaal doen? Ja, op 6 augustus is het tuinfeest. En dat is georganiseerd door Theaterbouwkunde. En dan ben ik gevraagd als gastprogrammeur, naast dat ik daar zelf ook voordraag en muziek maak. Ja, dus voorafgaand aan de boekenmarkt. Ja, precies. Ja. En dan nodig ik eigenlijk allerlei dichters en muzikanten uit die ik bewonder. In een eigen tuin, de Jordanstuin. Waaronder Spinvis en Martinus Benders. En met sommige van hen ga ik ook op het podium iets doen. En die ga ik dan ook allemaal aankondigen en afkondigen. En ja, dat wordt heel leuk. Dus het is echt jouw feestje eigenlijk? Ja, echt wel. Ja. Ben je er lang mee bezig geweest? Ik ben wel lang bezig geweest om te kijken wie wil ik nou echt. En op welke manier wordt het een soort geheel. En wat wil ik zelf gaan doen daar. Dat zijn allemaal wel veel gesprekken ook met de organisatie geweest. Nou, dan wens ik jou daar heel veel plezier bij.